Steeds meer mensen in Nederland vinden het leuk om als bushcrafter te leren om in de natuur te overleven. Onze eigen reporter, Ronald, blijkt een ware bushcrafter te zijn. De zaterdag voor Pasen ging hij samen met andere bushcrafters al voorbereidingen treffen voor Hardenberg Buiten, wat elk jaar op tweede paasdag wordt georganiseerd. Het kampvuur brandde, de koffie werd gezet en Hardenberg Buiten kan starten. De bushcrafters organiseren verschillende weekenden voor mannen, vrouwen en kinderen om te leren overleven in de natuur. Zo leert men vuur maken, een warme slaapplek inrichten en nog meer tools om jezelf te redden in de natuur. En verder was het heerlijk genieten van de zon en de natuur. Ja, dat moet niet, hè? Nee, dan heb jij ook zo'n stok. Blijf je hier tot en met maandag slapen? Oh, dat is peer, leuk. Blijf je hier tot en met maandag hier? Tot en dinsdag zelfs. De bushcrafters blijven het hele weekend in de natuur slapen. Ronald, goedemorgen. Oh. Te laat. Ja, dan kom ik je gewoon ophalen. Oh, dit ligt zo lekker. Hoe was het vannacht? Oh, heerlijk. Lekker windje, een beetje regen. Echt heerlijk. Oh. Kijk, dat is mijn bedje. Oh.
En hoeveelste nacht slaap je hier nu? Het is de tweede nacht. Het is de tweede paasdag? Ja, de tweede nacht nou dat ik hier slaap. Dus ja, het bevalt goed. Lekker. Doe je dit vaker? Ja. Waarom? Omdat je vrij bent, vrij in de natuur. En dus genieten, tot rust komen. Dus ja, dat is echt heel erg lekker. En mijn eigen gemaakte windvanger, die helpt me tegen de kou. Ja, want het waait hier nauwelijks, hè? Nee, inderdaad. Ik heb de nacht hiervoor heb ik echt verschrikkelijk wind gehad hier. En koud. Ik heb een windvanger gemaakt en nu is het gewoon lekker warm hier binnen. Was het laat vannacht? Ja. Heb je een feestje gehad? Half twee was het, denk ik. Oké. Okay. Sterke verhalen vertellen. Bot op kampvuur, ja, dat is de... Martin die zegt, ik ga vanavond 12 uur gaan bijden. Ja. Dat werd 1:30. En is dat het groepje waar je dit vaker mee doet? Ja. Dus, ja, je doet het is het vaste bushcraft clubje, zeg maar. En als mensen hier belangstelling voor hebben, kunnen ze dat ook een keer doen? Ja hoor, ze kunnen een keer met Matt in de, contact nemen, op Camping de Klashorst bijvoorbeeld. En ja, dan kunnen ze informatie opvragen of een van ons bijvoorbeeld. Een keer gaan komen kijken hoe het is. Maar je ziet het, het is primitief, maar heel erg leuk. Terwijl Ronald zich opfrist, heeft het bestuur van Hardenberg Buiten besloten om het evenement af te lassen. Boswachter wil zich wel voorstellen. Hier als voorzitter van de Stichting Hardenberg Buiten, naast mij Milou, Herma en Henk. Alle drie bestuursleden van Stichting Hardenberg Buiten hebben helaas vandaag de trieste mededeling moeten doen en een besluit moeten nemen dat voor het eerst in alle edities van Hardenberg Buiten dat wij om veiligheidsredenen het evenement hebben moeten aflasten. Hartstikke jammer dat het is afgelast, maar desondanks zijn de diehards, die zijn er wel. Kijk maar om je heen en ja, nou vooral verheugen op volgend jaar en maar weer vooruitkijken. En ja, het is zoals het is. We kunnen het niet anders maken, maar veiligheid voor alles. Zaterdag al een beetje de bui letterlijk hangen. Kan het wel doorgaan voor ons? En we hebben dus een Italiaans koffiekarretje waar we lekkere verse cappuccino's en espresso's maken. En we hadden daarvoor ook heel veel lekkers gebakken. En ja, om daar niet mee over te blijven, zijn we nog maar hier naartoe gekomen om iedereen even te verwennen. Organiseren we nu voor het vierde jaar. We hebben vier thema's namelijk. Alle vier thema's zijn aan de orde geweest. Natuur, cultuur, duurzaamheid en gezondheid. En we waren net rond. Dit jaar zou duurzaamheid aan uitvergroot worden voor de bezoekers. En hadden ze allemaal kunnen kennismaken met duurzame activiteiten van binnen de gemeente Hardenberg. Helaas moeten we daar een andere keer op terugkomen. En misschien dat we volgend jaar duurzaamheid misschien nog een keer oppakken. Om het alsnog voor een breder publiek kenbaar te maken. Want Hardenberg is heel duurzaam. Sociale duurzaamheid is er één. Maar ook allerlei andere duurzame activiteiten die de mensen hadden willen tonen. Poeskraf jongens en meisjes die hier ontzettend veel leuke duurzame dingen tentoon hadden willen spreiden. Want mensen weten half niet hoe duurzaam de bossen en de natuur voor ons zijn. Daar hadden we heel graag met hun willen delen. Nou, ik vind het heel belangrijk, zo'n dag als vandaag is natuurlijk voor iedereen belangrijk, jong en oud. Daarom zijn er ook activiteiten voor jong en oud. En het is natuurlijk heel belangrijk dat iedereen van jongs af aan al met natuur en cultuur en educatie en met alle thema's in aanraking komt.
Hoe jonger, hoe beter, denk ik. Dus dat vind ik heel belangrijk. Ja. Zelf staan we hier met boeskrachtactiviteiten. Van jong tot oud vinden mensen het leuk om te zien wat je buiten allemaal kan doen. Hoe je het jezelf comfortabel kan maken. Hoe weinig je eigenlijk maar nodig bent. Met elkaar en met wat survival technieken kan je er een hartstikke leuke dag van maken. Inderdaad een beetje besmet geraakt, ook met bushcraft. Dat als je er eenmaal mee in aanraking bent gekomen, dan wil je eigenlijk steeds meer. Het slapen in het bos of het koken op een houtvuur, dat is allemaal niet heel eenvoudig. En dat is eigenlijk ook niet per se wat het zo leuk maakt, maar wat het met je doet. Je komt uit die drukke maatschappij. Je bent bezig met waar het in de basis om gaat. Hè? Je warmen, je eten, je rust. En het weer in contact komen met elkaar. Dat is wat maakt dat je er steeds meer van wilt. Want ja, je komt weer tot rust. En ja, dat doet de mens gewoon goed. Wat vinden jullie ervan dat Hardenberg buiten is afgelast? Zonde. Ja, want het zou blijkbaar heel leuk zijn. Als allemaal spelactiviteiten, dat lijkt me wel heel leuk. En weet je ook welke activiteiten er anders zouden zijn? Een vogelhuisje maken, Leren survival of zoiets. Ja, survivalbaan of zo. Ja, weet ik niet. Dat we nu voor de schrik maar een bakje koffie nemen. Ja, ik denk dat het... En die koekjes van Astrid. En die koekjes van Astrid, ja. Ja, toch? Oh, ja, zo. Hallo. Hoe heb je het zelf gehad allemaal? Fantastisch. Oh, jij bent hier alweer boeskracht zo? Ja. Wachtgelopen. Ja. Ik dacht al wel van, goh, je ziet de beste boeskracht eruit. Ja. Ik heb mijn slaapplekje. Oh, leuk. Ik heb altijd meer gedaan met de boeskracht voor mannen. Al een keer vorig jaar ben je hier wezen kijken, voor het eerst kennis gemaakt. Ja. Met een mannenweekend meegedaan. En nu hadden ze zich aangemeld voor hier bij de boeskracht te ondersteunen. En op een later moment werd hij voor de afspraak. Zakka, Wouter, Noah, heen en weer te wippen. Krak, zij doen de paddenstoelen met een diepe zucht. 1, 2, 3, 4, hup, zakkee, de beentjes in de lucht. Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen. Zakka, Wouter, Noah. Heen en weer te wippen. Krak, ze doen de paddenstoel met een diepe zucht. 1, 2, 3, 4, hopsakee. De beentjes in de lucht. Noah. Op een grote paddenstoel. Rood met witte stippen. Zakka, Wouter, Noah. Heen en weer te wippen. Krak, ze doen de paddenstoel.